Vandaag, lieve mensen, hebben wij een nieuwe challenge in Minecraft. En dat is niet zomaar een challenge, want elke keer als ik namelijk XP krijg, ga ik dood. En als jullie me niet geloven, zal ik het eventjes aan jullie laten zien door deze schaap te killen. Zijn jullie er klaar voor? Daar gaan we, let op. En ik ben ook al meteen dood. Ik heb namelijk net XP opgepakt en daardoor ga ik dus dood. En om heel eerlijk te zijn is dat niet per se meteen het handigste wat er is. Sinds ik namelijk moet proberen een diamond te zoeken. En het is letterlijk maar één diamond. Maar zoals jullie weten kan ik van heel veel dingen XP krijgen. Maar gelukkig zijn er dus ook manieren om XP te vermijden. Zoals bijvoorbeeld proberen van afstand een dier te killen. Nou weet ik niet of dat helemaal gaat lukken, dus blijf uit mijn buurt. En dat XP vloog meteen naar me toe. Oké, dit wordt echt een hele vermoeiende challenge. Een van de redenen waarom ik dus ook een schaap kill is in dat ik namelijk meteen een bed wil maken. Zodat ik letterlijk op de plek zelf terug kan komen. Alleen, ja, ik denk dat we daarvoor wel eerst een paar keer dus dood moeten. Oh, nee. XP blijft daar. Ik hoef dat XP niet, maar ik moet wel dat wol hebben. Waar is dat XP? Is dat weg? Oké, dat is weg. Gelukkig. Dat is de eerste keer dus dat wij XP hebben vermeden. Trouwens, nu we er toch zijn. Oh, nee. Wacht. Oké. Wacht, er ligt er nog meer XP of niet? Wacht. Ligt er nog meer XP? Nee, toch? Oké. Oh, nee. Daar. Oh, god. Ik moet uitkijken, maat. Hoe ga ik dit ooit doen dan? Nee, blijf van me vandaan. Ik ben letterlijk een magneet. Ik wil alleen maar dat vlees hebben. Ik ben doodgegaan. Ik ben doodgegaan door de XP van dat schaap. Oké, maakt niet uit. Maakt niet uit. Ik heb dus al het wol wat ik nodig heb. En ik heb ook al best wel wat vlees. Dus dat is geen probleem. Oh, en... Oh mijn god, ik zweer het. Ik loop nu in een mijnenveld. Dit is niet te doen. Als jullie ook niet dood willen door het XP, druk dan zeker even op het abonneerknopje. En druk ook even op dat blauw duimpje omhoog om mij te helpen. Oké, wacht eventjes. Ik weet dus nu niet waar het XP is. Ik ga gewoon rennen. Zo, wacht. Dat hout ligt er nog. Ik wil dat hout hebben. Oh, nee. Wacht even. Oké, ren. Ja, oké, spullen pakken en wegrennen. Oké, we hebben het vlees. We hebben onze spulletjes, gelukkig. Laten we als allereerst weer even een crafting table maken. En met het hout sowieso een bedje, zo. En dan weet ik toevallig dat hij hier vlakbij dus een gigantische ravijn is. Waar we meteen naar beneden kunnen. En kijken of wij onze allereerste spulletjes al kunnen verzamelen. Alleen, ik kan jullie al heel eerlijk zeggen, jongens. Ik denk dat het minen echt helemaal niet gaat werken. We hebben kool nodig. We krijgen instant XP van kool. We hebben natuurlijk ook nog iron nodig. Om de diamond überhaupt te kunnen minen. En wie weet komen we ook natuurlijk allemaal monsters tegen. Dan onszelf ook tegen gaan beschermen. En sinds die ook XP droppen, weet ik nog niet of dat heel erg makkelijk gaat zijn. Oké, laten we eventjes heel erg snel nadenken. Waar krijgen we XP van? Volgens mij, als ik gravel hak, krijg ik ook XP. Dus daar blijf ik zeker vanaf. We krijgen dus dat van kool. We krijgen van iron smelten. Dus we moeten even op een slimme manier proberen de iron te verzamelen. Trouwens, we moeten ook ons vlees bakken. Dus dat moeten we ook op een of andere manier gaan doen. Ik zou niet weten hoe. Ja, of ik moet mezelf opofferen. Dat kan ook. Maar het liefst zo min als mogelijk. Oké, weet je wat? Ik zet mijn bed dan alvast hier neer. Want ik ben het vlees sowieso aan het bakken. Dus hier is onze spawn point. Dat is mooi. En dan kan ik tegelijkertijd eens even kijken of er hier wat spulletjes zijn die we mee kunnen nemen. Terwijl het echt ongelooflijk donker is. Maar het is wel echt, denk ik, een gigantische grot hier. Oh, kijk. En we hebben ook meteen iron. Dat is mooi. Dan hebben we dat in ieder geval. Hier hoef ik me geen zorgen over te maken, want ik krijg volgens mij hier geen XP van. Zo. Oh, daar hebben we nog meer iron. Is hier dan ook toevallig kool dat ik het eventjes kan smelten? En dan niet alleen. We hebben echt toortjes nodig, want ik zie helemaal niks voor ogen. Oké, eens even kijken. Weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga eerst even een kistje maken. Die moeten we ook standaard nu meenemen. Die leg ik dan hier neer. Dan stop ik even al mijn spulletjes erin. Dan ga ik weer even dood. Want ik pak namelijk XP hiervan. Hoppa. Oh, en waarschijnlijk nog een keer. Ja, hop. Lekker bezig, Santi. Maar kijk, dan hebben we tenminste wel het vlees. En dan heb ik ook nog eens al mijn spulletjes. Plus, ik kan ook al meteen het iron smelten. Ik ben een genie. Ik ben letterlijk een genie. Oh, nee. Oh, nee. Oh, god. Er zijn al skeletons. Zit er nou ook kool? Ben ik daar zo langs gelopen? Oké, wacht even. Er zitten daar de skeletons. De iron is lekker bezig. Dan hoef ik me geen zorgen over te maken. Weet je wat? Ik doe ook het vlees er even in. Want de kans dat ik namelijk nu doodga, door middel van dat ik een mob kill, is redelijk groot. Hop, kom hier, skeleton. Ik moet je eigenlijk proberen op afstand te pakken. Of die creeper... Nee, wacht! Nee. Niet doen mijn kool! Oh, ik ben bijna dood. Wacht. Hey, nee. Ik ben bijna dood. Nee! Inderdaad. Schiet... Nee! Oh, nee, mijn bed. Wacht. Oké, schiet op elkaar. Wacht, schiet. Oh nee, ja, oké, nu ben ik dood. Maar dat maakt niet uit. Oh god, wacht wel. Er ligt XP daar. Oh nee, waar is mijn... Oké, weet je wat? Pickaxe tijd! En ik ben alweer dood, maakt niet uit. Alhoewel, wel moet zeggen, het is weer één grote mijnenveld hier. Oh ja, mijn bel heb ik ook weer. Pulletjes, die heb ik ook. Die liggen hier. Oh mijn god, ik loop letterlijk naar het XP toe. Ja, ik ga jullie heel eerlijk zeggen, ik denk dat dit vermoeiender wordt als dat het gaat zijn, dacht ik. Oké, weg XP, blijf uit mijn buurt. Alsjeblieft, ik word hier echt heel erg moe van. Oké, weet je wat? We nemen het kool, nemen we dan...
Oh, wacht even. Wacht. Kool. Ja? Nee? Oh, mijn god, maat. Oh, dit gaat zo lang duren. Hoe ga ik dit ooit oppakken? Ik moet letterlijk gewoon erin lopen en telkens kamikaze erop gaan doen. Oké. Oh, mijn god. Oké, dan is die tenminste ook weg. Nee, we gaan al het XP even weghalen hier, want ik word er helemaal gek van. Hé, waarom is het XP nou weer niet weg? Oh, god. Oké, wacht even. Lok het hier. Ja, magneet. Ja, nee, ja. Oké, mooi. Dan ligt het daar tenminste. Dan ben ik er vanaf. Zo, hè, eindelijk. Oké, mijn spulletjes. Dat is mooi. Dan heb ik maar 2 kool. Ja, dit gaat echt heel erg lang duren, dit. Nee, ik ga dood. Kunnen we niet dat pakken? Oh, jongen, ik zie dat XP. Dit gaat echt nog langer duren dan ik had gedacht. Maar kijk, het maakt allemaal niet uit. We hebben het kool. Oké, dat was belangrijk. 6 kool. Prima. Daar kunnen we zat mee doen. Dan haal ik heel even het iron eruit. Zo, hoppa. Dan ga ik waarschijnlijk nog een keer dood, want dan is er nog meer. Ja, lekker. Goed zo. Mooi. Dan nemen we dat weer mee. Dan hebben we ook nog eens 6 iron. Daar ga ik dus ook alvast even een pickaxe van maken. En als het goed is, kunnen we dan eindelijk verder. Mijn god, hè. Oké, eens eventjes kijken. Waar gaan we nu heen? Ik wil eigenlijk gewoon direct mee naar beneden toe. Goud kunnen we ook hakken. Hebben we niet nodig eigenlijk. Redstone ga ik al helemaal niet hakken. Daar blijf ik zeker vanaf. Hallo? Is er iemand thuis in deze god? Zijn hier toevallig ook diamonds? Want dan ben ik er meteen klaar mee. Dan heb ik het Oh, nee. Dit meen je niet. Hebben we nou ook al een mineshaft gevonden? Even serieus. Als we hier mobs tegenkomen, zoals een spawner, dan word ik gek, hè? Wacht. Zo. Oké, er is nog helemaal niks. We kunnen nog meer naar beneden toe. Maar ik zie geen diamond. Oké, nou moet ik heel erg voorzichtig zijn. Nou ga ik echt heel tactisch... Oh nee, hier willen we zeker niet zijn. Hallo? Is er een diamond thuis of iets? Ik heb gelukkig nog geen spawner tegengekomen. Ik ben ook letterlijk nog geen mob tegengekomen, dus dat is mooi. Ja, hebben we nog meer iron. Alleen, ik ben even aan het twijfelen of we nog meer iron nodig gaan hebben. Wacht, hoor ik nou spinnen? Nee, toch? Er zijn hier geen spinnen, toch? Het is hier wel echt ontiegelijk donker. Oh, een creeper. Nee, oké, wacht even. Nee. Ik ben hier weg. Ik ben hier weg, vriend. Jij kan hier niet doorheen. Haha! Is er hier dan wat bijzonders? Zijn hier diamonds? Een kist zou ik ook nog wel leuk vinden met een golden apple of zo. Echt helemaal niks bijzonders. Hé, wat is dit nou weer voor mineshaft? Ik had verwacht dat we een kist tegen zouden komen. Ook dat ik een kool zag. Oké, weet je wat? We nemen gewoon voor de zekerheid nog wat armor mee. Want misschien heb ik wel een soort van armor nodig om nog een beetje levend te blijven, denk ik. Voor het geval dat we moeten gaan vechten tegen mobs. Want ja, je weet maar nooit met mij. Ai, oh, dat bedoel ik dus. Kijk, dit lijkt er in ieder geval wel wat meer op. Dus kijk, zoiets moet ik hebben. Alleen. Ah! Nee! Oh, nee! Au, spin! Nee, help, SOS. Ik kan hem niet killen, oh god, en een skeleton. Ik kan ze niet killen, diamonds. Ik zie diamonds, oh god, en wizard. En een creeper, oh god, wat ga ik doen? Waar ga ik doen? Wacht even, ik moet eerst even veilig eventjes onderdak zitten. Waar zijn die diamonds nou? Ik weet niet meer waar die diamonds zijn, ik ben in paniek. Ik kan letterlijk niks killen, laat me met rust. Ik kan niks killen, is niet eerlijk. Oké, zijn die hier dan toevallig diamonds? Ik weet niet meer waar die andere diamonds zijn. Zijn die hier dan diamonds? Ja, diamonds, kom hier. Ja, oké, we hebben de... Ik krijg natuurlijk XP. Ik heb mijn bed niet. Ik heb mijn bed niet geplaatst. Ik krijg XP van diamonds. Hoe kan ik dat nou vergeten? Nee. Waar is mijn... Nee. Dat meen je niet. Oh, ik moet terug zien te komen. Ik kan dit niet zomaar zo laten gaan. Ik had die diamond in mijn klauwen en die is nu weg. Oh mijn god, is dit... Hebben we het gevonden? We hebben volgens mij gevonden. Oké, go. Volgens mij zijn mijn spullen nog ergens daar. Please. Oh, nee, ik herken dit niet. We zijn opeens heel ergens anders, maat. Kom, naar beneden toe. Oké, wacht. Hier zo. Oké, toen rende ik... Wat doet de slime hier nou weer? Oh, wacht, ik ben hier wel geweest. Daar ligt XP. Wacht, is dit het? Dit is het plekje, toch? Dit is het plekje, ja. Oh, nee, wacht. Oké, waar is dat bed? Ik ga eerst dat bed neerzetten. Oh, nee, daar zit XP bij. Nee. Hoe ga ik dit doen? Oké, ren. We pakken gewoon spullen. Langzamerhand pak ik dat bed waarschijnlijk op. Kom op. Pak het bed. Heb ik het bed? Nee, ik heb nog steeds niet het bed. Oh, god, er komen steeds meer... Oh, er komt ook slime. Hoeveel zombies zijn hier wel niet, maat? Kom. Pak het bed. Nee. Ik ben weer dood. Nee. Kom op. Het moet me lukken. Wacht. Het ligt hier nog XP? Volgens mij niet. Volgens mij kunnen we nu gewoon pakken. Ik heb de diamond. Go, gadget. Kom. Oké, nu heb ik dus al mijn spulletjes. Ik heb mijn spullen, ik heb mijn bed. Mooi. Oké, hoe we dit hebben gedaan, ik weet het niet. Ik snap er gereed van, maar we hebben het. Oké, we hebben het dus. Nu wil ik als challenge, ik wil nog een diamond hebben. Alleen, nou weet ik dus dat hier ergens een diamond is. Dat kan niet anders. Want ik zag hier letterlijk ergens een diamond. Die moet hier ergens zijn. Kom op. Oh mijn god. Oh god, ik zit in een mijnenveld. Nee, dat is een zombie. Ik dacht dat een diamond was. Kom op. Een diamond. Er was hier ergens een diamond. Kom op. Is dat een diamond? Volgens mij is dit... Ja, dit is die diamond! Oké, go. Snel bedje neerzetten. Ik wil blijven leven wanneer ik die diamond pak. Oh, ik kan slapen. Oké, wacht. Ga niet dood, Santi. Niet doodgaan. Hier krijg ik ook geen XP van, toch? Nee, oké. Spawnpoint gezet. De diamond is gevonden. De diamond hakken wij. En we zijn dood. Maar wacht, dat maakt niet uit. Want, oké, dat...
Dat. Oké, wacht. Dat maakt officieel niet uit, want ik heb... Waar zijn die... Waar is die? Oh, ik wou net zeggen. Want ik heb nu namelijk officieel 2 diamonds. Dat betekent dus dat wij de challenge hebben voltooid. En wil je nou nog een video zien, dan kan dat. Klik even op de video hiernaast mij. Vergeet de afspraak niet te checken. En natuurlijk te abonneren op mijn kanaal. Doei doei!